Hey jongens, het is nu woensdag 2 oktober en ik zit hier lekker zonder make-up, maar ik wou je nog even wat vertellen, want ik was de vlog aan het editen. Maar als de vlog online komt, is bijna de influencer closet sale. En misschien heb je het inmiddels op Instagram echt heel erg veel voorbij zien komen, ik heb het jullie al verteld. Maar er komen bizar veel influencers, ook echt mensen als Nina Warink en Melanie Latoy en ik. En heel veel grote namen en ook zoals ik wat kleinere namen, maar echt mega leuk. We komen allemaal onze kleding verkopen, maar het wordt een ziek, ziek evenement. Ik wist niet dat het zo groot zou worden. In de Passenger Terminal Hall, kaartjes kosten €12,50 als ze er nog zijn. Ik zet een linkje in de beschrijving. Ik krijg er niks voor betaald, ik betaal zelf om daar te staan. Maar het lijkt me geweldig om jullie te ontmoeten. Ik heb de geweldigste kleding. Alleen maar leuke kleren, want ik ben natuurlijk wat afgevallen. Dus kleding die ik een maand geleden nog droeg, mijn lievelingsjurkjes en zo, allemaal verkopen. Ik sta er met een vriendinnetje en als het goed is komt mijn andere vriendinnetje ook nog. Het wordt een evenement waarbij je haar kunt laten doen, je make-up, je nagels, DJ's, hapjes, drankjes. Het wordt gewoon een soort van, nou als ik het zo hoor, bijna een soort beauty gloss party idee. Maar allemaal tweedehands kleding van ons. En ik neem ook wat van Komwan mee, maar echt mijn auto zit nu al bomvol, dus... In ieder geval, kom als je een beetje in de buurt woont. Zondag van 11 tot 6. Het wordt fantastisch. Het lijkt me zo leuk om jullie te ontmoeten. Dus be there. En kijk even anders op de pagina ook van Influencer Closet Sale Instagram. Of bij mij, daar heb ik ook al highlights geplaatst als je meer wil weten. Maar echt ziek, ziek veel mensen komen er. Grote namen. Dus kom alsjeblieft. Ik heb er heel veel zin in. En veel plezier met het kijken van de vlog. Doei! Ik vind het heel tof voor een video of zo, maar... Want het was dus heel mooi donker, zoals jullie zagen, maar we willen toch lichter. Al het haar wat er dus overblijft. Ja, heel onze haar! Ik kom het er helemaal uit! Nee! Koken bloed achter. En dit draag ik dus nooit, zoals jullie weten, zo kort. Ik vind dit dus geweldig. Vliestruien zijn natuurlijk foei lelijk. Het is voor 2 dagen. Dus dat ik echt voor mezelf het gewicht nu heb ontdekt waarop ik me gewoon prima voel. Zodat ik echt mijn eigen kledingstijl kan dragen. Ik drink nu elke dag volle melk in de koffie, want daar geniet ik gewoon veel meer van. Ik ben benieuwd hoe dit smaakt. Zal ik het proeven? Hallo allemaal en welkom bij een nieuwe weekvlog. Ik ben net weer lekker naar school gefietst, want het is mooi weer. Ik was eigenlijk net te laat om te gaan fietsen, maar ik dacht, dan fiets je maar wat sneller. Want ik merk dat het gewoon verslavend werkt. Het is zo'n lekker gevoel. Zo'n fijne gedachten ook. Maar ook, ik merk gewoon aan mijn benen als ik fiets. Dus ik dacht, ik ga weer. Het valt me heel kort. Ik heb geslapen. Meestal op zondag slaap ik heel slecht. Nu heb ik iets van 7 uurtjes gehad. Dus ik was natuurlijk wel uit geweest zaterdag. Dus ik voel me niet topfit, maar wel prima. Vorige week en de week ervoor heb ik best wel lange dagen gemaakt. Dus ik dacht, vandaag mag ik wel wat eerder weg. Dat kan af en toe echt wel, want ik ga mijn haar weer laten doen bij Shirley. Omdat ik het dus heel erg donker vind, gaan we het toch wat lichter maken. Ik weet niet precies wat we gaan doen. Maar ja, ik ben na schooltijd welkom. En ze blijft ook langer open voor mij en zo. Het is natuurlijk eigenlijk ZZP in een salon, dus, maar echt super chill. Dus ik ben heel erg benieuwd. Ja, ik heb alles al voorbereid voor vandaag. Dus ik kom hier aan, ik heb nog 10 minuutjes, maar het is nu 16 over. Het is nu nog 4 minuten, maar alles is al done. Ik ben vrijdag echt heel lekker weggegaan hier. Een hele volle tas. Hierachter met orders. En het postkantoor was al open. Hè. Hij ging pas 8 uur open, maar was om 7:55 al open. Maar ik dacht, nee, ik ga het niet doen, want straks kom ik te laat op mijn werk. Maar nu denk ik, wanneer ga ik mijn orders brengen? Misschien moet ik ik ga dus met de trein naar Hilversum. Dus mijn fiets bij het station zetten met de trein naar Hilversum. En dan lopen naar de salon 10 minuten. En in de avond weer naar huis fietsen. Dus best wel laat in de avond misschien. Maar ik dacht, supergoed. Dus ik heb een lege jas bij me, want die lag in de auto. En om die te gaan pakken, duurde weer te lang. Dus gaan we vandaag doen. 2 september. Oh, ik zie dat ik het. Dat ik dit nog niet goed heb gezet. Dus dat ga ik even snel doen. En het kastje ziet er gewoon weer goed en netjes uit. Dus ja, alles is nog lekker netjes en opgeruimd. Helemaal tof. Ik was iets te vroeg in de hoofdstuk, dus ik wil even wat kleding passen. Ik vind het heel tof, maar het is eigenlijk te kort en te wijd. Hij moet dat of zo zitten. Ik vind het heel tof voor een video of zo, maar. Ik vind hem heel leuk, maar ik ga hem net niet genoeg dragen. En dit is verrassend leuk. Misschien een beetje kleiner. Ik vind dit echt tof. Het is een hele gekke kleur. Ik zou hem net niet kunnen, maar die staat mij altijd wel. Het is wel een divided, dus het zal wel niet zo duur zijn. Dus misschien heb ik hem wel een beetje kleiner. Ja, ik vind het wel grappig. Ik leef echt voor een chenille trui en ik wil meer in deze tint. Maar deze is en net te kort. Dat moet zo voor mij. En net te oversized. Ook te groot. Het is maar kort en groot. Ik vind deze kleur nog leuker, maar ik ga die niet eens passen. Want ik denk dat ik dit... Ja. Nou. Ja, het doet niks voor je. Ook zo kort, maar ik vind dit zo geweldig.
babes en dan deze kleur roze. Daar ga ik dit dragen. Ik vind het zo geweldig. Ik wil dit echt zo leuk. Nou jongens, ik ben weer bij Shirley. En ik heb net even een nieuwe lens gehaald. Omdat ik dus te horen kreeg dat mijn sterkte... Dat ik altijd min 4 hier droeg, dat was ik vergeten te vertellen. Terwijl ik min 3 hoort hebben. En hier droeg ik 4,5 en het moet 4 zijn. Dus ik ging bij de HEMA even lens halen. Dus we zitten hier net helemaal te bespreken hoe we mijn haar gaan doen. En ik kon er niet eens aankijken. Ik kwam erachter dat ik dus 2 lenzen over elkaar had. En nu weet ik niet wat ik in heb, maar ik kan nu in ieder geval zien. Het is nu 4:30. En Shirley was dus zo lief dat ze me vandaag weer wil helpen. Want het was dus heel mooi donker, zoals jullie zagen, maar we willen toch lichter. Dus nu gaan we proberen of we een soort hele mooie, ja, balayage toch? Ja. Kunnen maken. En ze had een foto waarop het zo was, wat ik echt prachtig vind. Dus we gaan echt wel heel veel doen. Dus het is echt heel lief, want het is al wel 5. Ze gaat eerst de helft highlighten. En dan wat er dan overblijft, gaat ze ook weer highlighten, maar dat dat dan nog lichter wordt. En dan wordt het dus geblondeerd. En dan gaat ze kijken welke toner we er overheen gaan doen. En nou, het gaat heel vet worden. Ik heb er heel veel zin in. En ik had me dus al helemaal verheugd op de koffie die je hier kreeg. Dag, donkere haarkleur. Het was leuk je gekend te hebben. Ik vond het wel leuk met uitgaan dat ik donker haar had zaterdag. Als je veel make-up op hebt, vind ik het wel heel tof. Nou, je hebt het geprobeerd. Ja, maar in mijn alledaagse look vind ik lichter leuker staan. Maar ben jij nou ook donker geweest? Ja, meerdere keren. Zelfs zwart. Ja? Ik heb dat ook gehad. Maar... Ja, bij mij ook per ongeluk. Had je ook toen een pakje verf toen nog van de Ethos? Ja. Donkerbruin. Ja. Ik werkte bij de Ethos. Oh ja, dat zei je. Ja. Ik testte alle kleurtjes ongeveer uit altijd. Oh, dat is echt iedereen die dat doet, die krijgt zwart haar. En dat ging ook altijd mis. Ja, ik ook. Kijk, die jongens maken het echt hele kleine plukjes. Heel veel spierkracht. Haar hier in folies. Ja. Maar dit haar... is niet in folie. Ja. En als ik dit kantje helemaal gedaan heb, is het natuurlijk heel veel haar. En dat zet ik dan straks nog in met andere blondeur. En dan wordt dit dus allemaal lichter. Maar omdat ik het hier niet doe, zeg maar, heb je hier nog bruin haar straks. Ja, dus bij het bovenste stuk ga je niks doen. Nee, ik ga pas, want zo meteen zit ik nog op folie. Dan doe ik alleen wat onder de folie vandaan komt. Ja. Dus dit wordt dan lichter, maar bij je aanzet hou je dus nog je andere haar over. En omdat je dit wel bij de aanzet doet, is de aanzet niet meer zo donker. Ja. Oh, wow. Dus moet je goed over nadenken inderdaad wat je doet. Is dit een van de moeilijkste dingen, balayage? Denk het wel, toch? Ja, je moet wel, nu heb ik het zeg maar al zo vaak gedaan en zo goed geoefend dat ik het nu wel redelijk snel kan. Ja. Maar in het begin moet je dit heel goed oefenen. Ja, want je pakt ook echt dun. Zodat je ook geen vlekken krijgt. Ja. Want soms zie je bij wel eens, waar ze wat minder het goed kunnen, zie je dat hele dikke plukken, weet je wel, erin. Ja. En jij pakt echt mini-seculen. Ja, dit zijn wel highlightjes, alleen... Wow, kijk wat voor ruimte tussen elk haartje. Nog fijner dan highlightjes. Zo. Dus je nu, ik weet niet of het lukt, als je nu van boven doet. Ja, zo zie je het al. Dat is wel interessant, denk ik, om te zien. Want ik zie gewoon, vanaf best wel ver zie ik gewoon de ruimte tussen de haartjes. Ja, alleen straks in het eindresultaat. Ga je dat zeg maar niet zien? Nee, want dan is het op elkaar. Tenminste, dan valt al het haar samen. Ja. Cool. Maar daar moet je dus ook oppassen met verschillende kappers en highlights. Want sommige maken gewoon... Ik heb zulke fijne highlights dat je geen strepen kan krijgen. Ja, wat ik naar jou stuurde. Ja, oh mijn god. Dat jij stuurde, dit wil ik niet. En dacht ik, dat kan ik ook niet. Dat ga je ook zeker Dat was ook een pruik, las ik later. Of hoe heet het? Sensus aan het volgens mij. Ja, dan heb ik die foto nog. Ja, want dit hebben we gedacht, what? Nou, als je had gezegd dat wil ik, moet ik gezegd, ga maar naar een andere kapper. Ja, ik vind het heel moeilijk om te zeggen wat ik wil, dus daarom ging ik naar haar dit sturen. En ik zei, dit wil ik niet. Ja, maar dat is ook fijn, dat ik weet dat je niet wil. Dat is ook belangrijk. Ja, en ik zei, dit vind ik mooi, maar dit is te licht. En ik kon geen foto vinden van dit, maar dan wat minder licht. En die had zij wel, dus helemaal top. Jeetje, wat een werk deze folies. Ik heb nog nooit gezien dat iemand zo kleine plukjes doet. Ga ik dus ook weer inzetten met een andere blondeur. Het
zo spannend? Is ook zo. Kijk hoe serieus. Ik ga nog een keer. Uitgehaald. Ziet er zo uit. Dan ga ik nu even uitspoelen. Nu alleen uitgespoeld. Hier zie je allemaal de highlightjes. Spannend, ook voor de mensen dat het nu zien. Ja, dan gaan we nu even een maskertje erin doen en daarna de toner. Je moet niet doorspoelen, hè? Dus het is gewoon geduldig achter. Nou, het heeft er een... Oh jeetje, wat is het allemaal? In ieder geval net op het einde nog iets ingedaan, waardoor dat wat best wel oranje was aan de, aan de onderkant. Wat minder oranje werd en het heeft echt goed gewerkt. Je hebt je broodje niet gegeten. Goed zo. Het is al 7:15. Deze dame hoort al lang naar huis te gaan hier. Maar ze gaat nog even door. Gewoon door. Ik ga ook als ik thuis om ga ik ook meteen mijn bed in. Maar ik heb niks hoeven te doen. Ik hoef alleen maar te zitten. En ik was ook vermoeiend. Ja, maar ik was... Nee. Maar ik geloof... Nou, zitten vind ik best altijd vermoeiend hoor. Oh, nee, ik vind het niet vermoeiend. Maar ik was ook nog eens heel vroeg weg van mijn werk. Oh ja, spannend. Nou, ik vind het echt niet heel geel hoor. Valt er reuze mee. Kijk dit. Oh ja, wow. Het krijgt een hele mooie kleur. Maar het is echt het verschil met boven en onder, ja. Ja, roze haar. Nu moet het echt... Nu moet ik twee kleurtjes gaan maken, want kijk. Dit wel, Ja, zeg ik het nog maar. Eerst rood. Wat zit er allemaal doorheen? Ruim, oranje, as. Oranje? Waarom oranje? Oranje en blauw. Oh. Oranje en blauw op het oranje tegen. Het leek wel, er zat wel een soort rood. Nee, er zitten ook glitters in. Ja. Maar dat blijft toch niet in je haar zitten, glitter? Waarom doen ze dat? Ik vind het leuk. Ja. Wel glans blijven. Doe je wel eens zo'n mixje en dan expres niet goed roeren, zodat je verschillende tinten krijgt? Nee, dan krijg je vlekken. Oh. En we gaan weer tonen. Ze gaan nu boven paars doen. Ik dacht dat het cool, maar boven juist iets meer warmte, omdat onder gewoon best wel warm is. En het nooit helemaal cool gaat worden. Dus boven wat meer warmte brengen en onder wat meer cool te brengen om het geluid te trekken. Goed gezegd? Goed geluisterd. Ik kan nu al zien. Is het warmer bij de achterkant? Nee. Is het nu weg? Dus het is zo spannend. Als ik nu hier ga liggen, ben ik weg. 9:50. Spannend! Ik ga naar huis, maar ze moet nog even mijn haar krullen. Nou, echt een kapster, hè? Dat doe ik nooit. Ja, of je moet misschien alleen dit. Of nee, je moet alles. Ik weet niet, doe het maar. Nee, ik doe wel gewoon wat je zegt. De bovenkant dan wel stijl, maar onderkant. Ik denk het, maar doe jij maar wat slag, jij. Wat jij denkt. Als ik maar niet een heleboel op krijg, mag ik niet zeggen van mijn volgers, worden ze boos. Dit is de niet zo mooie krul, vind ik. Maar als ik ga slapen, zit het dan weer uit? Nee. Blijft het nu zitten? Moet je er nog geen haarlak in doen? Nee. Je komt het er helemaal uit. Nee. Nee. Wat doe je? Ik kom het er niet uit. Zo mooi. Oh, jij hebt het nu weer naar achter gedaan. Veel mooi. Wacht. Want dan kun je ook zien als ik mijn hand door je haar hou. Dat is echt heel vet. Oh, mijn collega's morgen. Ik ben zo benieuwd. Ze gaan het echt geweldig vinden. Ze zijn allemaal super nieuwsgierig. En als je dan zegt dat je tot... Kijk dit, het mooie. Oh, dit is mooi. Het is echt heel mooi. Je ziet alleen, de kleur is wel weer anders op camera dan in het echt. Vind ik dat zo jammer, hè? Wel vet. Maar dit ziet er zo uit als satijn. Hoe kan dat, hè? Jeetje. Nu wil ik echt... Okay. Nu wil ik me echt mooi opmaken en uitgaan. Nu gaan we even een fotoshoot houden. Het is 22:00. Jongens, hebben jullie mij ooit zo gezien? Ik voel me nu een soort jonge moeder. Kijk, even eens omhoog kijken.
morgen wakker word, ga ik zo blij zijn. Als ik zo doe, zie je ook echt allemaal mooi. Oh, ja, je ziet zelfs kleuren er doorheen. Ook aan de bovenkant. Hoe ga ik dit dan? Oh, nu zie je hem mooi. Van elke kant zie je iets anders. Dus ik ging het poeder opdoen, nu ben ik met je Barbie. Gewoon met mijn prachtige haar. Achterkant staat erop, hè? Ja. Nou ja, ik ga nu de hele tijd nagenieten. Kijk, is nog even zonder ring nou. Cool! Als de krullen er over een tijdje uit zijn, dan zien jullie ook hoe het zonder krul is. Want nu denken jullie misschien, ja hoor, het komt gewoon door de krullen. Nou nee hoor, zonder krullen is het ook beeldschoon. Nu zit ik weer 10.000 dingen op Instagram te zetten in plaats van in de vlog. Ik heb mijn haar vast, want ik ga douchen. Maar zelfs vast vind ik het... Dat is geweldig. Ik ben er zo blij mee. Ja, ik zeg het al vaker, maar op Instagram plaats ik ook gewoon heel veel. Dus volg me daar vooral ook. Ik weet niet goed hoe ik de krul het best kan behouden. Ik denk door met los haar te gaan slapen. Ik vind het echt sexy, mijn haar. Morgen gaan jullie het dus zien met daglicht. Want er zit echt zelfs roze in en zo. Ik ben heel blij. En tot morgen. Hallo. Mijn haar is prachtig. Koperbloemachtig. Heel blij mee. Ook echt heel leuk met het krul erin. Ik had vandaag de minste dag tot nu toe qua werk. De kinderen waren terug. Mijn lenzen zijn dus opnieuw gemeten. Dus ik had nieuwe lenzen gekocht. Maar die sterkte klopt helemaal niks van. Ik zei dus Gim ging andere dag lenzen kopen. Was ook niet goed. Ik snap er echt niks van. Maar ik ben echt niet zo lekker vandaag. Ik moet de hele dag gaan niet zeker traanogen. Een beetje grieperig. Ik heb heel erg keelpijn. Dus ik ben heel gezond aan het koken. Hoe? Morgen niks op de planning. Als ik er zin in heb, ga ik even naar zonnebanken sporten. Mijn boodschappen worden bezorgd. Ik heb nog eten in huis. Ik hou ook even van het vuur. En ja, ik ga echt even uitslapen en uitrusten. Want ik voel me niet heel erg lekker en ik hoop dat het niet doorzet. Dus ik ben heel blij dat ik vrij ben morgen. Ik ben mega lekker aan het koken. Oesterswam, een halve ui, knoflook, sugar snaps. En olie. En ik ga er dit keer wel wat boksaus doorheen doen, heb ik bedacht. Die had ik nog staan. Nou, liefste mensen. Ik ben echt niet zo lekker. Ik zit ook de hele dag lekker op de bank. En nog wel... Het is zeg maar niet zo erg dat ik niet kan genieten van mijn dag. Dus ik geniet op zich wel van de rust. Ik hoop vooral dat ik me gewoon morgen weer beter voel. Want ik wil echt niet nu alweer ziek worden. Ik heb niet gedoucht, ik zit hier lekker bij. Ik heb echt even. Ik wil echt mijn camera pakken omdat mijn koffie er zo lekker uitzag. Ik was al om 9 uur opgestaan, want Albert Heijn werd bezorgd. Een beetje dom, maar ik dacht, nou prima, ik ga gewoon heel vroeg slapen. Want het is nu pas 3 uur en het voelt voor mij echt al 7 uur of zo. Dus ik ga denk ik om 5 uur avond eten en om 8 uur mijn bed in of zo. Nog even editen, orders maken. Vandaag om 4:30 eten we biologische tartaar. Rode paprika, gele paprika, rode ui, verse knoflook, courgette. En limabonen. En zout en peper, verder niks. Dat vocht vind ik altijd stom. Lekker mijn haar gewassen. Ik maak nu even gemberthee met citroen en honing. En kijk of ik nog groene thee heb. En dan ga ik lekker slapen. Dit was weg en het is weer terug. Mijn weerstand is gewoon op helaas. Echt jammer. Mijn weekvlog was eigenlijk al bijna klaar op een paar beelden. En toch ben ik weer 4 uur bezig geweest met editen. Omdat ik toch gewoon nog wat nauwkeuriger wilde editen voor jullie. Want ik wil wel gewoon... Ja, doordat mijn video's heel lang zijn, krijgen sommige mensen de indruk dat ik slordig edit. Terwijl ik er echt heel veel tijd in stop. Maar goed, toen dacht ik, als ik er dan al zoveel tijd in heb gestopt, kan ik het beter nog een keer helemaal nalopen. En er weer dingen uitknippen. Dus ik hoop dat het nu goed is. In ieder geval, hij is nog niet klaar. Dus ik word waarschijnlijk vannacht wakker en dan ga ik hem uploaden. En dan maak ik morgenochtend wel een thumbnail. Ja, ik zie jullie morgen. Morgen, jongens, ik ga nu. Ik heb nog nul make-up op, want ik was mijn thumbnail aan het maken en het was ineens 7:15 en toen moest ik nog douchen. Het topje doe ik nooit aan, want het is te kort, maar ik dacht laat ik een keer mijn River Island broek aan doen die ik nog nooit aan heb gehad. Dit is zeg maar die broek waar mijn benen iets dikker lijken, maar waarin dit buikje bijna niet te zien is. Kijk, en je bil best prima uitkomt. En dit draag ik dus nooit, zoals jullie weten, zo kort. En dat ga ik nu dus wel doen. Mijn bronze schoenen erbij die ik dus helemaal niet zo lekker vind zitten. Maar zijn super duur en leuk. Dus ik dacht ik doe ze weer eens een keer aan. Deze dag ging zo langzaam. Ik
voel me niet lekker, maar dat wisten jullie al. Het is 4 uur en ik ga naar huis, want ik heb er geen kracht meer voor. Ik wilde niet, maar ik dacht ik ga toch even langs de massage, want ik had wat medicijnen nodig. Dus ik heb siroptijn met zoetstof. Ik heb, volgens mij zijn dit gewoon Gilpecies, maar dan wat goedkoper. Dit. Weerstand. En weerstand. En kruiden gekocht, voor wie me op Instagram volgt. Ik heb even de basic dingetjes gehaald. Want ik heb gewoon helemaal niks meer. 5 spices, vet lekker. En gemalen gember. En mijn haarsavers, als het in per se gaat zijn. Oh ja, en deze. Collegaatje had van mij vandaag heel lief 2 voor me meegenomen. Dus ik wilde er meteen 2 teruggeven. En ze zelf ook. Want dit verdooft vet goed je keel. Dus hiermee moet ik het wel overleven. En ik heb nog neusspray. Ik zal wel weer laten eten, zien wat ik eet. Zak sla. Blikje tonijn op waterbasis. Rode paprika. Half blikje. Cannellini bonen geloof ik. Half blikje zwarte olijven. Paprika poeder, knoflookpoeder, zout. Peper. Olijfolie. Citroen, dat was het. Jongens, ik ben weer thuis. Het was pittig. Ik voel me echt niet lekker, maar ik merk wel, zodra ik dan weg ben van werk, voel ik me al beter. Omdat gewoon, als je een beetje grieperig bent, is met kinderen werken gewoon heel zwaar. Dus ik ben best wel weer bij tijds weggegaan. Even sorry, ik zit even naar mijn haarkleur te kijken. Het is zo grappig. Ik heb even bij Ruben een pakket opgehaald, want ik heb weer veel pakketjes unboxing. Gaat wel even duren, denk ik, want ik heb nu pas 2 pakketjes binnen. Maar die was naar hem gestuurd. En toen zag ik mijn oude buren en die zeiden nog van kom couscous maken binnenkort. Ik heb nog even wat groenten gehaald. Wat een raar zakje. Sherry snaps. Aspergebroccoli is volgens mij gewoon dunne broccoli. Kiwis. En een vleestomaat. En bonen die ik gisteren niet open kreeg. Die kapot zijn gegaan. Daar moet ik nog even mee terug. Een vleestomaat. En... ik kan niet goed filmen. Vers sinaasappelsap, want dat had ik nog niet gekocht sinds ik ziek ben. Dat is goed voor de mens. En ik kreeg vandaag meerdere complimenten dat ik er slank uitzag. Ja, ik denk misschien door bloesjes wat gekrompen in de was. Iets korter dan ik normaal draag. Ja, misschien zie je het inderdaad wel vandaag. Heel blij met mijn Sasha schoenen. Ik mocht nieuwe schoenen uitkiezen en ik twijfelde heel erg om deze in het zilver te doen. Toen dacht ik, ja, dan heb je dezelfde schoenen. Dus ik heb een soort van zwarte, korte... ik heb van die standaard, hoe noem je die boots? Chelsea boots besteld. Ook voor de pakketjesvideo. Maar ja, wel super leuk om te horen. Ik ben niet naar de zonnebank gegaan, want ik heb een beetje koorts. En dan word ik koortsiger. En wederom heb ik vandaag weer Atkinsbrood met slankie gegeten. Ik vind het nog steeds lekker. Dus. En ik hoop dat mijn schoonmakers snel terugkomen van vakantie. Want ik hou het zelf wel een beetje bij. Maar echt gewoon is het niet. Oh ja, en ik moest een ezelsdoos ophalen. Dat is dan helemaal in het centrum van Weesp. Dus ik had even een rondje Weesp gedaan. Nu ga ik heel snel bestellingen maken. En die moeten binnen een uur weer worden weggebracht. Want er is heel veel besteld. En die mensen wachten al heel lang. Tijd voor een ezelsverzoek. Dit is van Boohoo. En ik vind het niet mooi. Vliestrui van een monkey. Ik vind dit dus geweldig. Vliestruien zijn natuurlijk foei lelijk. Wanneer draag ik het als ik ga skiën? Wat ik waarschijnlijk echt heel lang niet ga doen. Zit hier ergens een touw? Zal ik dat er ergens een touw dat je wat strakker kan trekken? Maar oké, hij is cropped. Kijk, en een vliestrui draag je denk ik niet echt naar buiten, want het is best raar. Maar dit wil ik echt aan. Nee, kijk, als dit nou een tientje of 15 euro was, vond ik het leuk. Maar volgens mij was hij echt iets van 45 euro. En dat vind ik heel duur. Hij is dus van Monkey, maar dit vind ik zo geweldig. Iemand had een keer een vliestrui in het roze en dacht ik echt, ik moet dit hebben. Dus ik vind het heerlijk. Maar wat hij dus en cropped is. En het is een vliestrui, denk ik dat ik hem niet genoeg ga dragen. Deze is van eigen merk. Hij is een beetje statisch, maar niet te erg. En hij kriebelt ook niet. Ik hou dus van wijde mouwen. Jeetje, ik ben moe. Wijde mouwen. Hij staat op zich wel mooi aan. Ik vind hem alleen best wel hoog in de hals. En ik wil op zich niet, misschien een beetje stoppen met zoveel zwart te dragen, wat ik het laatste jaar best wel veel deed. Het is wel echt een heerlijke trui. Maar niet dat je denkt, dat heb je een leuke trui, snap je? Maar als je hier dan bijvoorbeeld wat sieraden op doet, dan is het misschien wel leuker. Kijk, het ziet er wel al leuker uit. Ja, even over nadenken. Het is van Fashion Union en... ik dacht, ik weet niet dat ik dit heb besteld, maar is het nou wit of geel? Het lijkt wit, maar ik dacht dat het geel was.
Kan dit heel leuk zijn met een riem? Ik zie het ineens voor me. Weet je, ja, je kunt het wel leuk stylen. Maar ik vind dat een item eigenlijk van zichzelf leuk genoeg moet zijn. En op camera lijkt het misschien wel leuk als je het zo ziet. Ik vind hem in het echt net een beetje te zakkerig. Misschien net te groot of zo. Ja. I don't know. Het is anders dan ik had verwacht. Ik hou van grote mouwen, maar dit is wel heftig. Het zijn echt twee losse onderdelen of zo. Ja, ik kan me wel inbeelden dat dit bij bepaalde mensen heel leuk staat. Kort, hoog, mega. Oké, niet mijn ding. Jammer, ik wist dus niet dat deze cropped was. Dat zie je dus soms gewoon niet. Want wat ik leuk vind is, ik hou heel erg van dit soort grijze of black t-shirts. Maar tegenwoordig zijn het allemaal van die stoere shirts. En die vind ik allemaal best wel hard. Dus dit vond ik echt super leuk. Als dit een normaal t-shirt was. Maar dit is heel kort. Jammer, want het is echt wel een heel cute chill shirtje. Dit is zo'n nieuw look. En ik was natuurlijk helemaal into sweater dresses. Maar nu denk ik, ja. Ja, hij zit wel lekker. Hij is lekker zacht. Maar hij is wel heel statisch. Heel raar. Hij is en heel zacht en heel statisch. Zo kan hij misschien wel wat kleiner. Ja, ik moet hier dan riempjes bij gedragen. Dat deed ik eigenlijk nooit. Want ik vind dat je dan wel ook je buik heel erg accentueert. Maar dit is een beetje te groot. Ik weet niet of ik hem een maat kleiner wil. Niet echt mooi, toch? Ik zie niet zo snel van wat merk dit hemdje is. Maar ik heb een soort hemdje nodig. Die niet te groot is. Met kant en knoopjes. Hé, ik zie botten. Dat is leuk. Dit staat toch beter dan zo'n wijde trui. Maar ik vind hem net, zo'n heel bril, een beetje te pyjama-achtig. Silky. Even kijken, want ik had eentje van 35 euro. Want deze vind ik een beetje duur. Wel fijn, want vaak zijn dit soort hemdjes hier heel strak. En deze valt hier best wel los. Heeft er ook een heel klein splitje hier. Of heel erg inkijk. Kijk, op zich kan ik wel wat borst ermee creëren. Of heel wijd hier. En deze is eigenlijk top. Er zit alleen wel een vouw en ik heb geen strijkbout. En hij is inderdaad wel pyjama-achtig. Dus ik moet even kijken, maar ik zoek wel echt zoiets. Ik heb toch in een grotere maat besteld, omdat ik hem dus zo leuk vond. Toen had ik geen BH aan, weet ik nog. Maar met mijn nieuwe haarkleur vind ik het wel minder mooi. Iets clownachtig of zo. En ja, wat was toen het probleem? Dat die band toch iets hoog zat. Hij zit misschien nu wel iets lager, maar eigenlijk daardoor wel een beetje te groot. En heel veel lager zit hij niet. Ja, in de zomer vind ik het heel leuk. Ik denk met het donker dat het leuker was ook. Ik vind hem wel heel cute, maar zie je, dit lapje hier is net niet mooi. Ik vind het gewoon heel leuk. Vinden jullie alsof het uit de verkleedkist komt? Ik denk leuk een pakketje. Kom maar H&M doos retour. Ik zeg, die heb ik gisteren retour gebracht. Was ik dus vergeten het label erop te plakken. Vet dom. Dat heb ik altijd als ik niet zo lekker ben, dan ben ik er niet echt bij met mijn hoofd. Dus dan moet ik hem weer naar het postkantoor gaan brengen. Goedemorgen allemaal trouwens. En vanavond een hele rode ui. Dit is voor 2 dagen. Hoop ik. Als ik er genoeg aan heb. Een hele rode ui. 2 knoflookteentjes. Een kleine rode paprika. Biologische rundertartaar alweer. Asperge. Broccoli. Het is gewoon broccoli. Een halve courgette die ik nog over had. Een pot black beans. En dat was het. Beetje olijfolie, paprika poeder, knoflookpoeder, chilipeper, zout en peper. En ik proef het ook helemaal niet of zo hoor. Mensen vragen om recepten. Het recept is gewoon alles bakken en bij elkaar gooien. Eerst even de uitjes bakken. Dan alle groenten en knoflook. Vlees even apart. Dus weer lekker healthy. Vind je het leuk dat ik het steeds laat zien? Hallo jongens, jullie hebben heel weinig van mij gezien en gehoord deze week. Maar het was gewoon echt niet lekker. Het gaat al heel veel beter met mijn keel. Ik heb echt bijna niks meer. Ik ben ook bijna niet meer verkouden. Alleen mijn weerstand, mijn energie voelt gewoon nog niet zo goed. Ik heb vandaag lekker en gisteren met je aan Comois gewerkt. Nieuwe dingen erop gezet. Wat dingetjes gedaan die ik moest doen. Ook lekker tv gekeken en zo. En net ben ik om 4 uur eventjes naar de Maxis gefietst. Of 4:30. Ik dacht, ik ga toch even lekker fietsen. En ik merk dat ik nu dus wel weer helemaal op ben. Ik heb dat een tijdje gehad toen ik zeg maar zo moe was. Ik weet niet of jullie dat nog weten. Nou, dat heb ik gelukkig helemaal niet meer. En toen ik weinig water dronk. Maar nu komt dat dus echt door die
ja, ik had toch een soort griep, heel erg verkoudheid toch wel. En ik denk dat heel veel mensen het nu gaan krijgen, dat ik een van de eerste was. Want om me heen hoor ik iedereen. Ik denk op mijn werk dat grote kans dat deze week er ook collega's ziek zijn. Maar ja, ik ben natuurlijk niet, ik heb me niet ziek gemeld. Het ging ook wel net, maar ik ben heel blij dat ik deze 2 dagen niks heb gedaan. Want ik merk het nu dat ik heb gefietst, dat ik meteen weer helemaal wil gaan zitten en liggen en niks meer wil doen. Dus ik ga koken en dan weer lekker niks doen, behalve vlog editen. Ik had net een story geplaatst met deze broek. Het vroeg me meteen heel veel mensen waar die van is, maar die had ik al aan jullie laten zien van River Island. Ik had hem deze week al een keer aan. Ik vond dat mijn benen hier niet heel dun in worden, maar ik ben op zich echt wel tevreden met hoe mijn benen op dit moment zijn. Ik heb ook echt eigenlijk heel weinig last van putten en ze zijn altijd lekker bruin en mijn benen zijn toch wel in principe ja, een prima lichaamsdeel van mij. En daarom vond ik ook toen ik zwaarder was, dat is zo jammer dat ze, weet je, mijn buik is altijd een ding geweest, maar mijn benen hoeven, zeg maar mijn buik, al val ik 20 kilo af, blijft dat altijd een ding, maar mijn benen zijn eigenlijk best wel mooi, kan ik wel zeggen. Ik heb het shirtje er dus in en heel veel vragen kreeg ik meteen waar ze broek van op Instagram, maar jullie weten dat al. Het shirtje vind ik nu zelfs al een beetje aan de wijde kant. En goed nieuws, vandaag was ik 9,8 kilo afgevallen. Dat is nu voor het eerst. Echt, er is een kans dat het dan altijd de dag erna ineens weer erbij is gekomen. Maar ik denk het nu niet, want ik heb vandaag 2 Atkins boterhammen met slankie gegeten. 2 koffies, geloof ik. Ja, ik moet nog even eentje invoeren. Steeds 100 ml per kopje. 3 Waza lichtgewicht crackers met 100 gram gerookte zalm. En ik heb nog 960 calorieën over. Dus ik heb er even boodschappen bij gehaald, zodat ik voor morgen brood heb en kwark. Voor vanavond had ik in principe wel eten, maar ik moest een paar dingetjes halen. En heb ik voor morgen ook eten en dan laat ik woensdag denk ik weer Albert Heijn bezorgen. En dinsdagavond is ouderinfoavond. Ik ga nu al even zo. Ik heb mijn haar gesteld trouwens en dus met zilvershampoo gewassen nu 3 keer. Volgens mij is het wel iets koeler van toon, maar ik ben echt wel een blondie nu. Wel grappig. Ik vind het met een knot en een staart best wel... sowieso heel leuk staan. Dinsdag is infoavond, dus ik weet niet als van 7 tot 8 of ik dan thuis ga koken of niet. Dus ik heb gewoon in ieder geval nu voor 2 dagen. En zal ik weer laten zien wat ik heb gekocht. Deze week is volgens mij alles wat ik heb gedaan. Kapper en laten zien wat ik heb gegeten. Maar goed, ja, 9,8 kilo zit ik dus op. Ik ben zo blij en ik denk dat ik morgen de 10 kan gaan aantikken. Omdat ik vandaag echt te weinig heb gegeten. Niet te weinig, ik heb ontbeten, ik heb geluncht. Maar gewoon, ja, ik heb ook heel weinig bewogen dit weekend. Dus ik heb ook niet trek nu of zo. Ik heb vooral heel veel dorst. Even lekker een glas water. Ik ben, zien jullie nu dat zweet op mijn hoofd? Dat komt dus echt van die kleine beetje inspanning. Terwijl ik helemaal niet, mijn conditie is helemaal niet slecht nu. Ik ben helemaal niet uitgeput. Maar ik denk, het geloof dan dus dat je ziekt, als je zeg maar bijna niet meer ziek bent, dat je dan nog even je ziekte eruit zweet en dat het echt goed is. Maar bijvoorbeeld naar de sportschool gaan trek ik op zo'n moment altijd niet. Ik weet dat ik dan kracht doe en dan ben ik helemaal duizelig en dan kan ik er echt niet tegen. Maar fietsen was top. Zeker een kwartier, is toch een half uur bewogen. Grappig, in elk licht is mijn haar anders. Zo grappig. Ze heeft trouwens, je ziet het nu, je ziet het dus niet als ik deze pluk ervoor heb. Maar als je hier kijkt, ik stuurde net naar Lin, zie je zo mooi die streepjes lopen. Van die highlights. Echt leuk. Ik denk als het nog iets meer uitgroeit, iets meer bruin. En als we dan weer een keer gaan highlighten, dat het nog wat blonder wordt. Dat het dan echt op zijn allermooist gaat zijn. Maar ik vind het leuk. Wat ik trouwens ook nog eventjes wou zeggen, is dat ik echt voor mezelf het gewicht nu heb ontdekt waarop ik me gewoon prima voel. En dat is dus als ik 9,5 kilo kwijt ben. Want dat was ik gisteren en eergisteren geloof ik ook. En toen dacht ik, ik voel me prima. Mijn buik zit niet in de weg, mijn benen zitten niet in de weg. Mijn gezicht is prima, of moet ik het naam maar qua kilo's puur gezien. En als ik dan eens een kilo zwaarder ben, voel ik me al minder lekker. Maar dat is echt mijn limit. En... nu voel ik ook niet meer de noodzaak om af te vallen omdat ik me ongelukkig voel. Ik was echt, ik voel me echt niet meer dik. En het klinkt zo stom, maar dat voelde ik me wel elke seconde altijd. En dat heb ik nu dus niet meer. Wat ik nu heb, is dat ik nu door wil gaan, zodat ik echt mijn eigen kledingstijl kan dragen. Niet dat ik nu echt een eigen stijl heb, maar ik heb wel heel duidelijk dat ik bepaalde kledingstukken zo geweldig vind en ze dus niet draag. En dat is waarom ik echt gewoon nog meer wil afvallen. En er mag voor mij eigenlijk wel 10 af. En ik weet dat jullie denken, wow, dat is niet nodig. Maar zelfs als ik volgens mij echt een gezond BMI zou willen, moet dat er volgens mij ook nog best wel af hoor. Maar het is niet meer de noodzaak. Alleen het dieet gaat me zo makkelijk af, omdat het niet echt een dieet is. En ik probeer en dan eet ik weer dit. En dan eet ik weer koolhydraatarm brood. En s'avonds weer even wat minder koolhydraten. Nou ja, wij kennen dat over een week ga ik weer wat anders doen. Ik heb het er helemaal niet moeilijk mee. Ik heb helemaal nooit honger, dus het prima vol te houden. En het gaat langzaam, want ik ben vandaag precies
8 maanden bezig. Ik begon op 8 januari. Het is nu 8 september. En ik heb af en toe ook wel eens het niet gedaan. En aan het begin was ik heel erg zoekend. Dus aan het eind is het wel wat sneller gegaan. Maar ja, in 8 maanden, laten we zeggen in 8 maanden 10 kilo. Dus best wel langzaam. Maar ja, je zou denken van, je voelt je nu prima, dus je stopt. Maar ik voel me nu prima. Nu wil ik dus juist door om me echt goed... Nu voel ik me gewoon prima. Wel gewoon... Ik voelde me een tijdje gewoon bijna niet mezelf. Ik dacht, ik wil me niet zo voelen. En nu voel ik me wel gewoon mezelf. Maar ik wil er nog leuker uit kunnen zien. Me nog lekkerder voelen. Nooit hoeven te stressen. En ja, ik ben er nog niet. Snap jullie een beetje wat ik bedoel? Dus ik ben zeker niet meer ongelukkig. Ik ben gewoon gelukkig. Maar het gaat goed. Dus waarom ga ik niet lekker door? Word ik alleen maar gezonder. Ik voel me alleen maar beter. Dus dat vind ik gewoon heel leuk. En ja, wat ik heb gekocht. Ik denk dus niet... Daar ben ik gewoon heel slecht in. Als ik ga nadenken wat voor gerechten ik wil gaan maken, wordt het altijd officiële gerechten en wordt het nog duurder. En nu zorg ik er gewoon voor dat ik iets van vlees of bonen heb en dat ik iets van groenten heb. En daar gooi ik gewoon van alles door elkaar met ui en knoflook. Deze waren dus vorige week 1 plus 1, maar zijn helaas nu al bij me op. En deze zijn volgens mij 35 cent duurder dan die aardbei van Albert Heijn, maar die vind ik echt minder lekker. Dus ik koop gewoon die van Optimal, die vind ik het lekkerst. Soms neem ik gewoon normale jonge kaas. Ik vind jonge 30 plus kaas echt niet lekker. Terwijl ik slanky 20 plus wel heel lekker vind. Dat is het rare. Dus zoals gisteren had ik gewoon zin in een cracker met kaas. Neem ik lekker deze. Die was 1 plus 1. Die lijkt me wel lekker om iets met bonen of iets met kip mee te eten. Bij Ruben moest ik een pakket ophalen van de week. En toen gaf hij me mijn oude koffiezetapparaat en melkopschuimer mee. Die ga ik op mijn werk zetten. Want ik heb hier al een ander. Deze waren 1 plus 1 gratis, dus die ga ik dan ook op mijn werk zetten. Want de koffie daar vind ik gewoon echt niet lekker. Dus dan kan ik die koffie daar gaan drinken. Ook deze staan. En toen dacht ik, ja, ik wil die ook een keer gaan kopen. Ze zijn 4 euro, maar eigenlijk zijn heel veel goede koffies zijn ook 3,30. Dus het is maar 70 cent duurder. En ik wil heel graag een keertje deze Starbucks koffie gaan proeven. Dus ik ben benieuwd of het lekkerder is. Als het zo is, zal ik het jullie laten weten. Volle melk. Hier doe ik dus hoeveel dagen mee? 5 dagen, denk ik. Ik drink nu elke dag volle melk in de koffie, want daar geniet ik gewoon veel meer van. En ik doe dan ook maar 100 ml, dus dat is niet zoveel. Deze biologische tartaar vind ik zo heerlijk, dus die heb ik weer gehaald. Weer rode uitjes en een verse knoflook, want hiervan ga je dus veel minder stinken. Het is veel minder sterk. Dit leek me wel weer lekker een keer op brood, dus ook best wel weinig calorieën. Spinazie voor door de roerbak. Hier doe ik dus maar 2 dagen mee trouwens. Hoeveel snetjes zijn dit? 4, 5, 6, 7, 8, 19. Ja, volgens mij zit er soms 12 in. Ik eet er 5... per dag dus. Er zitten wel 90 calorieën per broodje. Het is meer dan de gemiddelde boterham. Maar het vult me echt goed. Dus dat is fijn. En dit is echt mijn nieuwe liefde. Zwarte bonen. Heel vaak knip ik dit er trouwens uit als ik dit film. Maar ik weet dat ik deze week weinig gefilmd heb. Dus daarom laat ik het er nu in. Vinden jullie het leuk om het zo te zien? Let me know. En ik was toch compleet verkeerd geadviseerd over mijn lenzen. Nou, ik zag de hele tijd niet goed. Ik heb nu maar weer een 4,50 voor mijn rechteroog gehaald. En links hou ik gewoon 4 aan. Dat is de sterkte die ik had voor die test. Want ik word zo duizelig en ik moet gewoon volgende week even naar een goede opticien gaan. Want blijkbaar is Hans anders dat niet. Echt jammer. Want ik heb nu 4 en 4,50 in mijn ogen en ik zie alsnog niet helemaal goed. Terwijl ik dat altijd had. Dus misschien omdat het daglenzen zijn, ik weet het niet. Maar het heeft me nu al 23 euro gekost aan 4 doosjes lenzen. Vind ik best wel heel erg jammer doordat ik dus verkeerd geadviseerd ben. Maar ja, en een wimperkruller. Want Body had mijn wimperkruller kapot gebeten. En ik, dit is ook echt een van mijn dingen. Jullie zijn altijd wel benieuwd naar mijn... rituelen en zo. Ik kan niet zonder wimperkruller. Als ik mascara opdoe zonder wimperkrullen, is het een enorm verschil. Dus gebruik jij geen wimperkruller, please. Ga het doen. Behalve als je echt perfecte wimpers hebt, maar heb je iets van mijn wimpers kunnen mooier? Doe het, doe het, doe het. Deze was 3 euro. En het is nu al best wel laat, dus ik ga nu meteen lekker koken. En even mijn boodschappen inladen. Trouwens, heel vaak als ik een recept op Instagram deel, ook van mensen die ik ken, maar ook van jullie. Van, wil je je recept delen? Dan zeg ik, maar dit is het recept. Maar mensen bedoelen waarschijnlijk, hoe doe je het dan? En dan denk ik echt van, zo doet iedereen het toch? Maar ik zal voor deze keer eventjes snel laten zien. Want dit, maar dan zijn de ingrediënten dus anders. Dus of het is met kip of met wat dan ook. Maar overal doe ik het dus gewoon zo. Voor mij is dat dus echt totaal niet boeiend. Maar misschien is het niet voor iedereen logisch. Dus ik laat het even zien. Eerst doe ik altijd zo de kontjes eraf. En dan zo. En ik heb altijd dat buitenste laagje van de ui dat die ook wegschoot. Gooi bijna altijd omdat die schil niet makkelijk loslaat. Oh, vandaag wel. Nou, dan heb je je rode ui. Niet te groot, want vaak doe ik net te veel. Dan heb ik hier dus mijn verse knoflook. Die kost 44 cent. Die snij ik
zo. Maar die zijn dus heel lastig te pellen trouwens, die verse knoflooken. Als je een echte verse hebt. Het valt me op dat soms die verse knoflooken al best wel droog zijn. Deze zijn echt vers, van Albert Heijn. Heel veel schil zit daar dus omheen. En ik ben ook minder bang met mijn handen. Die gaan echt veel minder snel naar knoflook stinken. Nou, ik doe er 3, want ik vind ze best wel klein. Ik hou van knoflook. Hier zit nog 1 grote in. Maar die gaat nu waarschijnlijk een beetje uitdrogen. Dit is best wel vochtig. En ik heb het idee dat het daardoor zo zacht blijft. Nou, de rest gooi ik weg. Dan ook het kontje eraf. Maar dit moet je echt een beetje met de hand pellen. Want, kunnen jullie dit zien? Nu lijkt hij dus gepeld. Maar hier zit dus nog een vel omheen. En dat haal ik er ook af. Want volgens mij hoort dat niet. Maar dit heb ik echt pas sinds kort bij die Albert Heijn knoflooken. Dat die dus zo vers zijn. Kijk, dit is ook nog een schil. En dan zit er nog een velletje omheen. Maar dat laat ik wel. Nou, dan doe ik dus 3 van die tenen. Want het is echt minder sterk. Oh, deze gaat wel uit zichzelf. Uit zijn vel. En hier zit echt een heel dik vel omheen. Een soort huid. Ik ben benieuwd hoe dit smaakt. Zal ik het proeven? Knoflookuiachtig. Misschien kun je dit, laat maar weten als je dat weet, of je dit wel kunt gebruiken. Volgens mij is het sowieso wel eetbaar, maar het lijkt me niet zo handig in die pers. Gooi je dit in je prullenbak. En dit doe ik dus tot nu toe elke dag van deze week. Dan ga ik mijn ui halveren. En niet snipperen, want ik snijd nu in halve ringen. Als ik bijvoorbeeld pasta of zo maak, deed ik altijd snipperen eigenlijk. Maar deze week doe ik de hele tijd ringen. Dan is je ui eigenlijk ook een soort groente. Ja, wat je echt niet onbewust... Weet je, dat vind ik ook bij van die macaroni mix. Dan denk ik, die groenten die eet je in een hap naar binnen zonder dat je door hebt dat je het eet. Ik hou wel van een beetje een bite. Nou, heb ik mijn ui, paprika wassen. Ik had een hele zak buitenbeentjes paprika's. En ik heb ook een manier ontdekt hoe ik nu makkelijker dit verwijder. Ik doe dus zo. Een beetje iets ruimer eromheen wel. En dan vaak, kijk, haal je er best wel mooi uit. Die gaat weg. En dan zit hier nog wat in. En daar doe ik dan water in. Ik was al vol. En dan ga ik even schudden. Dat doe ik in de wasbak. En dan gaan al die pitjes eruit. En nu is hij echt serieus gewoon leeg. Dan snij ik die ook door de helft. Ja, een beetje dat ergste van dat zachte witte eruit. En die snij ik dan in reepjes. Misschien vinden jullie dit saai en krijg ik dus nu kritiek van, dit had je wel wat korter kunnen maken. Maar dit zijn dus dingen die ik niet korter kan maken, want dit wil ik nu dus even helemaal laten zien. Dat ga ik ook maar 1 keer doen hoor. Verder laat ik het niet zien of doe ik het als sfeerbeeld. Hier zit wel heel veel wit spul aan. Oh, ik hou echt. Laat alsjeblieft weten wat je lievelingspaprika is. Waarschijnlijk gaat er weer niemand reageren, maar het zou leuk zijn. Ik doe dan nooit een poll, maar het lijkt me leuk als je het gewoon even comment. Groen, rood of geel. En dan pak ik mijn knoflookpers uit mijn... Oké, die knoflook leg ik weer even in de koelkast. Hé lief. Zien jullie bol eigenlijk? Oh, schatten. Dit is trouwens de pan die ik gebruik. Sinds ik elke dag kook, draai ik gewoon zeker 5 keer per week de vaatwasser. Echt erg. Oh, dit is voor mij nog heel weinig knoflook, want vaak... Past niet alles er in 1 keer in. Nou, garlic uitpersen. Ja, het is wel genoeg. Maar het mag van mij meer zijn. Ik hoor ook nooit dat ik naar knoflook stink. Maar ben jij nou iemand die echt heel veel last ervan heeft? Zou ik toch niet te veel knoflook gebruiken, want het is niet heel leuk. Sommige mensen stinken zo erg naar knoflook. Nou, nu ga ik beginnen met de ui bakken. Nou, dan gaan we naar de pan. Dan doe ik wat olie. Ik hou niet van te veel olie. Het moet wel genoeg zijn. Ik weet eigenlijk niet of dit... Vinden jullie dit veel? Normaal? Ik hou gewoon niet echt van saus. Ik hou eigenlijk helemaal niet van vet. Ik hou ook eigenlijk helemaal niet van gefrituurd eten bijvoorbeeld. Daar heb ik best wel mazzel mee. Ik hou alleen heel erg van eten. Dus ik eet vaak te veel. Dus schep ik mijn rode ui erin. De pan is ook niet eens heet. Maar dat maakt er nooit zoveel uit. En ga ik dan even een tijdje bakken. Ik denk 3 minuten. Dan doe ik de knoflook erbij. Dan de paprika. Dan de spinazie. Ik ga even mijn bonen uitlekken. Uitlekken. Ik ben echt spastisch met dat sap wat er van afkomt en zo. Dat vind ik heel vies. Het is zo simpel ook hoe ik elke avond kook. Voor mij was koken zo'n ding geworden. Ook toen ik met Ruud was. Altijd gedoe, wie gaat er koken? En dan HelloFresh. En als ik geen HelloFresh had, dan maakte ik hele pasta gerechten. Echt moeilijke dingen. Ik haat de roerbak ook.
hield gewoon niet van groenten. En nu, ik hield wel van groenten, maar niet van warme groenten. Ik vind warme wortel en ik hou niet van broccoli en zo. En nu ben ik dat gewoon echt gaan waarderen. Omdat ik het lekker kruid, lekker wel dus vlees erbij. Ik vind het heerlijk, bonen. Nu heb ik trouwens kip en bonen, maar bijvoorbeeld met rundvlees hoef ik er niet ook nog bonen bij. Nu heb ik best wel veel, nu heb ik ook nog eens wraps. Eigenlijk drie dingen. Maar ik had nu best veel calorieën over en ik vind het lekker. Kijk, ik was ze helemaal tot er geen bruin spul meer van het water komt. En dan heb ik mijn bonen gewassen. Dus die doe ik op het allerlaatste moment mee. Want die moeten echt zo kort mogelijk bakken, anders worden ze heel zacht. Nou, vind je het leuk, mensen, jongens? Of niet? Ik vind het ook wel leuk om te zien hoe anderen het doen. Want vaak is het voor jezelf dus heel normaal. En dat een ander toch anders. En dit ga ik echt wel even goed bakken, hoor. Ja, ik bak de kip even in een ander pannetje. Dat doe ik altijd met het vlees. Ik vind toch altijd bacteriën en zo. Ik heb liever dat het gewoon... liever rauw is als het bij het gerecht gaat. Wolly, je gaat wel heel dicht bij het vuur nu. Biologische kip is echt heel erg prijzig, helaas. Een pakje gehakt vind ik echt niet duur. Maar kip, zo duur. Hij wordt best wel snel bruin al, hè. Ik denk dat ik nu al de paprika erbij gooi en de knoflook. De knoflook moet niet te lang bakken. Vaak heb ik ook eigenlijk het vuur veel te hoog staan. Ook omdat ik minder olie gebakken heb, vind ik dat het wat sneller bruin wordt ofzo. Ik vind toch, bijvoorbeeld sommige mensen zouden dan alleen dit eten. Ja, dat vind ik gewoon niet genoeg. Dat vind ik zo saai. Er moet voor mij nog spinazie bij en bonen. Het moet wel gewoon leuk worden om te eten. Ga ik nu... Ik denk dat ik de spinazie niet ga scheuren. Ik vind het wel lekker als het wat langer is. Dan blijft het ook beter... Ja, jij wil heel veel spinazie, hè? Hier. Heel goed voor vogels. Hier, kom maar. Dan blijft het ook beter in die rep zitten. Hoe groter, hoe minder snel ze uitvalt. Wat ik wel jammer vind bij spinazie, dat er zoveel water uitkomt. Dit even wachten tot het slinkt. Dit hou ik apart voor Bolly. Heb je een parkiet? Geef spinazie. Het is echt goed voor ze. Ik ga even geen knoflookpoeder doen, dat wordt iets te veel. Ik doe paprika poeder, zout, een beetje van dit, peper en chili. Dat is het. Ik weet niet of curry of zo je lekker bezig, maar ik heb even niet zin in te overheersend. Misschien is het wel helemaal, is er geen behoefte aan wat ik moet filmen? Nou, laat het dan maar weten. Maar wat ik al zei, weet je, ik doe dit eenmalig. En misschien inspireert het toch mensen van, die ook net als ik toch vaak gingen bestellen omdat ze geen zin hadden om te koken. Dat je ziet dat je toch in een kwartier gewoon echt een lekkere gezonde maaltijd op tafel hebt. Best wel weinig spinazie, hè? Echt zo weinig van over. Toch ook best wel een zak van 400 gram kunnen doen, maar... Het is gewoon te veel om 400 gram te eten. Nou, bonen ga ik hier al lekker doorheen doen. Heerlijk. Black beans van de AHA, zonder zout. Die zijn echt top. Kippetje gooi ik er ook vast door. Die gaart dan even hierin door. Dan is dit mijn gerecht. Het heeft geen naam. Gewoon je verstand gebruiken. Wat lekker smaakt bij elkaar. Ik proef ook helemaal niet tussendoor. Gewoon zonder saus of iets. Ik ga even straks proeven of het goed gekruid is. Ga ik dat gewoon hierin doen. Nooit eerder gegeten dit, maar niks bijzonders dus. Iets heel bijzonders gebeurd. Ik heb Bolly net voor het eerst sinds het logeren mogen aaien. Weet jullie wel dat zijn hele hoofdje zo helemaal bol staat? Hij is helemaal dol sinds hij geaaid is. Hij wil het nog een keer, maar hij twijfelt nog. Want hij, ik weet niet of het mijn nepnagels zijn of door het logeren. Het staat niet op beeld. Hij is helemaal dol. Hij vindt de oven echt, het is ook echt zijn lievelingsplek. Zo cute. Lekker, hè? Ja, je wil wel, maar je twijfelt een beetje, ja. Ik twijfel een beetje of ik de wraps er wel bij wil eten, want eigenlijk is dit gewoon een compleet gerecht. Dus ik denk dat ik de wraps eigenlijk ga bewaren. Hoe lang zijn ze houdbaar? Ik deed wel heel leuk van ik mag dit nu. Want ik heb calorieën over, dus ik doe het. Maar ja, dit is gewoon goed. Ik kan het ook gewoon lekker helemaal opeten. In principe is dit best wel veel voor één persoon. En dan kan ik vanavond nog lekker kwark nemen of zo. Dus ik ga deze lekker bewaren, want die zijn toch best wel lang houdbaar nog. En uiteindelijk is dit dan het eten. Het is geen maaltijd die er lekker uitziet. Dus ik zou bijvoorbeeld volgende keer ook een rode paprika kunnen gebruiken of zo, omdat het lekker uitziet. Want de ui en de bonen zijn heel erg paars. En dan die spinazie is ook een soort van gorik door groen. Dus maar het maakt mij niet uit. Het is echt heel lekker. En dan heb ik nu dus uiteindelijk 200 gram kip. Ik moest 220 invoeren, want de calorieën klopten niet. 200 gram spinazie. 265 gram zwarte bonen. Best wel veel. Maar ik eet ook echt best wel heel erg veel. Een rode paprika. En ik heb ook de olie eventjes ingevoerd. Want dat probeer ik steeds meer te doen. Want het is toch heel veel calorieën. En dan zit ik op 824 calorieën. Maar vaak rekenen mensen niet de olie mee. Dan zit je op nog geen 600 calorieën met deze maaltijd. En het is echt een heel groot bord.
En denk nu niet, ja. Geloof me, als mensen dit soort dingen deelden, dacht ik altijd, ik kan dat echt niet, het lukt me echt niet. Maar ik bedoel, je ziet het, hè. Megabord. Mega veel gram. Ik bedoel, bijna, weet je, 200 gram kip, 250 gram bonen, is echt superveel. Dus dat is hoe ik het nu doe. Als review, ik vind dit het minst lekkere gerecht van de week. Ik vind dat de bonen en de spinazie en de paprika samen niet zo lekker zijn. Want de spinazie is best wel bitter. Paprika is ook best wel de redelijk bitterste paprika. En die bonen, ja, die lekkere smaak die ze hebben, smaken overbitterder bij deze combinatie. Dus het was veel lekkerder geweest met een rode paprika en sugar snaps bijvoorbeeld. Wat ik ook in de koelkast heb. Maar niet over nagedacht, maar dan weten we dat weer. Maar dit was dus puur even om te laten zien hoe ik het nou dus bereid. Maar het ziet er dus niet zo lekker uit, maar het is dus ook niet zo heel lekker. Maar wel gewoon echt lekker genoeg om ervan te genieten, hoor. Ik hoop dat er weer allemaal tv-programma's op tv zijn. Ik wist niet wat ik moest kiezen. Over 3 kwartier naar bed. Ik dacht, ga ik eerder naar bed of ga ik nog even wat kijken? Dus ik kijk Breaking the Stars. En ik ben zo hard op het lachen. Die erge grappen, joh. Heb je een koelkast op je auto? Nou, ik vind het heel grappig. Het zijn allemaal zulke simpele standaard grappen. Hoe die iedereen kapot maakt eigenlijk. Maar het is een soort roast gewoon. Ik vind het zo grappig. Ik kijk het echt ook al sinds het eerste seizoen. En volgens mij is het super lang geleden voordat het voor de laatste keer op tv is geweest. Ik ben benieuwd of jullie het ook kijken. Ik ga trouwens de weekvlog afsluiten. Ik hoop dat jullie hem leuk vonden. Niet heel veel dus. Maar ja, dat was deze week. Wel de kapper. Let me know. Laat even een leuke reactie achter. En reageer nog even over die paprika's. En dan zie ik jullie bij de volgende weekvlog. En natuurlijk op Instagram, want daar plaats ik iedere dag sowieso stories. Oké.